Ik weet ook niet hoe moet beginnen. Huntsman Classic V2 Elite. Bijna. Nee, wat was het ook alweer? Black Widow Elite. Black Widow Elite. Welkom bij een nieuwe aflevering van Gamers at Gear, waar we elke week de laatste tech gadgets en gear bespreken. We hebben weer een toetsenbord. Hij is weer van Razer en het is de Huntsman Elite. Het is de Black Widow Elite. Kut. Fuck. 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 Black Widow Huntsman Classic Elite. En Black Widow. Black Widow. Scarlett Johansson Elite. Oh ja, Scarlett Johansson. Welkom bij een nieuwe aflevering van Games at Gear, waar we elke week de laatste tech gadgets en gear bespreken. Deze week hebben we weer een keyboard, we hebben weer Razer, de Black Widow Elite. Hij is hier, ik heb hem hier in mijn hand. De toekomst is nu. De toekomst, ja? Ja, het is 2019, dacht ik. Dat is leuk. Ja. We hebben weer een keyboard. Het is echt, het ademt Razer. In alles wat je ziet. En dan heb je nog niet eens de lampjes aanstaan. En dan heb ik nog niet eens de lampjes aanstaan. Hoezo? Ademt het Razer. Het is robuust, het is stevig, het is zwart. Het ziet er hetzelfde uit als. Dus heb je hier het mooie Razer dingetje. Het is gewoon weer Razer. De font. Eigenlijk alles. Het is gewoon echt weer een Razer product. En dat betekent dat hij heel stevig is, dat hij bijna niet kapot kan, dat hij aan de dure kant is, maar dat hij wel vette features heeft. Tom en Lightenons. Ja, basically hebben ze de Black Widow weer teruggebracht. Dat is al de zoveelste iteratie van de Black Widow, want ze hebben natuurlijk al een tijdje terug hadden de Black Widow, was toen een heel populair toetsenbord. Toen hebben ze de V2 gebracht, die hebben wij ook gereviewd. Een tijdje terug, daarna, na de V2, hadden ze op een gegeven moment zoiets van, hey, hier is de Huntsman Elite. Dat is dan weer een soort van nieuwe, andere soort manier om je toetsen te bedienen. En dan gaan we alle dingen die we daarmee verbeterd hebben, gaan we nu ook weer terugbrengen naar de Black Widow. Dus Het is een soort van de combinatie tussen de Huntsman en de oude Black Widow. Oké, maar praten we dan over Cherry Keys? Nee, we praten nog steeds over Razer's eigen keys. Die hebben ze al een jaar of 5 of zo zijn ze van Cherry af en hebben ze dus hun eigen switches gemaakt. Dat zijn eigenlijk die van Kale. Als je het op gaat zoeken, dat doen ze bij een andere Chinees, kopen ze die in. Maar het zijn nu heel leuk hun iconische 3 keys. Dus dan heb je groen, oranje en geel voor de verschillende soorten tasten. Maar ze hebben nu iets anders gemaakt. Ze hebben een soort van boxed design ervan gemaakt. En dat wil zeggen dat dit ding dus ook een heel stuk duurzamer is. Dus je hebt niet meer zeg maar het plusje, er zit iets om het plusje heen, zodat de key zelf steviger is, dat hij beter tegen stof kan, dat hij beter tegen water kan. Het ding is niet dat je het in het water kan dopen, maar hij kan beter tegen een spatje. En de key is iets steviger. Oké, dus het dingetje waar je knopje opzet, daar zit nu een beschermlaagje omheen. Ja, basically is dat een soort van de nieuwigheid. En maar wat is dan duurzamer, dat hij langer meegaat ook? Nou, op die manier bescherm je dus de switch beter tegen vuil en water en dergelijke. Dus ze zeggen van, dit is eigenlijk gewoon de Black Widow zoals je hem kent. Een paar subtiele verschillen, maar die schakelaars hebben ze nu een soort van iets steviger gemaakt. En dat kun je ook wel voelen hoor, want zoals ik al zei, het is iets... Iets minder wobbly of zo. Ik weet niet hoe ik het anders zit. Het zit net iets minder speling in. Ik heb hem ook naast. Wij hebben dan hier toevallig het groene model liggen. Ik heb hem ook naast zeg maar, de oude Black Widow gelegd en naast een Black Widow V2 gelegd. En je merkt wel dat zeg maar, over de jaren heen dat die toets iets minder wobbel gaat bevatten. Maar goed, dat komt dan ook met toetsenborden waar al heel veel op getypt is. En deze is natuurlijk net nieuw, dus dat kan ook een beetje in die marge zitten. Ja. De gamer houdt van dit soort toetsenborden, hè? Klikjes, ja. Dat willen we. Ja, als je voor de groene gaat, dan krijg je de klikjes. Als je voor de gele gaat, dan krijg je dus helemaal niks. En als je voor de oranje gaat, dan krijg je dus wel zeg maar de bump, maar niet het klikje. Ja, duidelijk. Jij bent van de kliks, hè? Nee, ik ben eigenlijk over het algemeen van... Nee, ik ben heel lang fan geweest van oranje. Ik vind oranje switches sowieso de fijnste, zo'n beetje van Razer. Maar ik kan heel goed begrijpen waarom mensen de klikjes leuk vinden. Nu heb ik dat optische toetsenbord. Daar zit ook iets meer een klikje in. Ja, ik ga een beetje alle kanten op. Als ik het zelf zou mogen zeggen, zou ik deze het liefst op zijn oranje nemen. Maar goed, iedereen zijn eigen ding natuurlijk. Als je heel ruiten rikken, tikken, tikken wil horen, dan zit je met groen altijd goed. Oké, duidelijk. Razer heeft natuurlijk een fantastische software. Synapses. Ja, Razer Synapse 3 is weer terug. Synapse. Zoals ook tegenwoordig met in retrospect komen er weer heel veel producten bij. Het heeft even geduurd. Die software is trouwens nog steeds in beta. Maar nog steeds, je kunt synchroniseren met Philips Hue. Je kunt synchroniseren met je Razerphone. Je kunt het straks synchroniseren met een auto. Je kent het wel. Oh my god, daar gaan we het niet over hebben. Nee, maar even serieus. Nee, maar mocht je Games Net volgen, er is aangekondigd. Razer gaat LED-verlichting in auto's doen. Ja, voorlopig alleen nog maar een Chinese start-up. En ze hebben helemaal niks erover gezegd. Maar ze hebben gezegd, er komt een auto aan waar Razer Chroma in zit. Het is oorlog in Syrië. Jordanië stroomt vol met vluchtelingen. Trump, Brexit, nee hoor. Razer gaat LED-lampjes in auto's doen. Leuk. Goed, de Media Center is terug. Iets waar ik heel erg blij mee ben. Ja, je hebt dedicated media toetsen. Die zijn meegenomen uit basically de Razer Huntsman Elite. Want we zagen daarvoor het eerst zeg maar, weer de terugkeer van een soort van die knopjes voor je media. En natuurlijk zo'n designated scrollwiel waarmee je volume kon doen. Dat vind ik heel fijn. Alles. Ja, ik vind dat scrollwiel, ik dacht eigenlijk zo van, nou, ik heb nou gewoon een potmeter erop zitten. Maar er zijn heel veel, in ieder geval, ik heb een mengpaneel met een potmeter erop. Maar Wie heeft dat?
ja, nee, inderdaad. Daarom, ik vind het een heel fijn scrollwiel. Plus, je kunt dan zeggen van, oh, als ik deze toets inhoud en ik ga dan scrollen, dan is het de brightness van mijn scherm. Oh, wat dan vet. Is het switch ik tussen alle apps die ik open heb staan of zo. Ja. Dus je kunt er weer heel veel leuke dingen mee doen. Maar het feit dat er dedicated media toetsen op zitten, is sowieso al, ja, ik vind dat heel mooi om terug te zien. Oké, okay. Wat kost die? Hij kost €180 en daarmee is hij eigenlijk weer een stukje goedkoper dan de V2 Chroma geworden. Dus wat dat betreft hebben ze tenminste... Razer daalt in prijs, hè? Ja, een beetje wel. En hij is goedkoper dan de Razer Huntsman Elite. Maar het is nog steeds natuurlijk... Ja, Black Widow is een beetje hun paradepaardje. Dus dan krijg je dit dat je ja, ze pakken heel veel centjes, hè? €180 is ontiegelijk veel. 400 gulden. Ja, het is nog steeds... Ik weet dan dat er altijd van die reacties komen van... Ja, maar Corsair is veel goedkoper. Dat is ook tegenwoordig bullshit. Je ziet dat Razer is een beetje... afgedaald in prijs, al blijven ze nog steeds top range. Maar je ziet ook dat Corsair een toetsenbord heeft van €200. Dus ja, weet je, maken van wat je wil. Dit is veel geld, maar het is net aan niet het duurste toetsenbord van Razer geworden. De kabelmanagement fijn. Je kan ook naar de zijkant gaan met je kabel. Ja, en dat is echt heel leuk. Dat is dus wel weer iets wat we dus minder zagen bij de Huntsman. Dit is echt typisch iets van de Black Widow om die kabels op 3 verschillende grootte erop te gooien. Het leuke is ook dat samen met de Black Widow, dat hoort natuurlijk ook bij dat er weer USB pass-through in zit en pass-through van je audio. Dat is dus iets wat de Huntsman Elite, dus een duurder toetsenbord, niet deed. Maar de Black Widow, dat hoort erbij, dus dat brengen ze gewoon weer netjes terug. Ja, weet je, het is een toetsenbord. Het is gewoon precies hetzelfde als je het hebt van de Black Widow, de oude versies. Maar je hebt nu ook weer die polsteun van de V2. Het is een beetje de greatest hits van wat Razer de laatste tijd doet aan toetsenborden. Daar valt niet heel veel meer over te zeggen dan... Dan dat het gewoon een duidelijk goed toetsenbord is. En mocht jij op dit moment in de markt zijn voor een toetsenbord en je houdt van Razer, dan is dit ding wat je moet kopen. Maar ja, als je er een hebt van de generatie vroeger, dan is er niet zo heel veel verschil. Dat is ja, tenzij je zoiets hebt van, nou, ik wil meer ledjes, dan moet je weer bij de Huntsman zijn. Want die heeft ook die underglow en de polsteun met lichten erin en zo, ja. Het is maar net hoe je het afweegt, maar het is duur. Het is precies zoals Razer het eigenlijk altijd doet. Alleen dan net iets beter dan de voorgaande jaren. Ja. Ik blijf het altijd mooie keywords vinden. Onwijs bedankt. Wil je echt alles weten over alles van Razer? Check vooral regelmatig gamerset.nl. Alles over jouw favoriete tech gadgets en gear. Met betrekking tot games, auto's, fuck jou. En ook over alle computerspelletjes. Dus check vooral gamerset.nl vaak. En we hopen je heel snel weer te zien bij Gamersnet Gear. Dankjewel Tom. Dankjewel Peter. En tot snel. Heb je zin om die mok te behandelen die ze hebben? Ze hebben zo'n RGB-mok.